wat vindt u van de zorg in Den Haag of Nederland algemeen? Nou, sterk achteruit gegaan. Ik zit zelf al vanaf mijn 18e in de zorg, dus meer dan 30 jaar. En ik heb heel wat zien veranderen, ja. De zorg is, vind ik erg slecht. Ja, zeker. Erg slecht vind ik moeilijk om te zeggen. Kijk, er zijn natuurlijk nog een heleboel landen waar het nog veel slechter is. Maar het is in Nederland een heel stuk beter geweest. De zorg is tegenwoordig al zo afgebroken dat heel veel mensen de zorg uitvluchten op zoek naar een andere baan. En dat is eeuwig zonde, want daar wordt iedereen de dupe van. We zijn hier op een Leiweg. We gaan een aantal vragen stellen over zorg. Dus ik zou zeggen, nou, kom met me mee. Laten we gaan checken. Maar krijgt u wel iemand thuis, bijvoorbeeld de buurthuiszorg of zo, die bij u thuis komt verzorgen? Wat ik thuis doe? Nee, maar of je zorg krijgt thuis? Ja, ik, hier. Ja, dat zit wel voor elkaar. Okay, okay. Ja. Mijn echtgenoot, dus die moet ik wel verzorgen. Ja, ja. En hoe vindt u de zorg in Den Haag over het algemeen? We hebben er gelukkig nog niks mee te maken, maar verder durf ik het niet echt te zeggen. Ik ben bang dat hij wil echt niet in een verpleegtehuis of een zorginstelling. En ik kan het gelukkig nog allemaal zelf, dus... Ik vind dat daar te weinig geld naartoe gaat. Vooral naar de oudere zorg. Ouderen die zijn een beetje aan het verpieteren daar in die huizen. En dat vind ik, dat kan niet. Weet je? Het is natuurlijk vreselijk als je omaatje aan het lijden is in zo'n huis. Omdat ze niet vermaakt wordt of niet verzorgd wordt. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Vindt u niet dat de zorgpersoneel meer geld verdient? Net als die leraren. Want de leraren hebben ook gestaakt. Nu zijn ze ook met de zorg in actie beter bezig. Vindt u ook dat de bureaucratie... En de werkdruk en de salaris omhoog moeten? Nou, de bureaucratie is natuurlijk heel hoog in de gezondheidszorg. Want ieder dingetje, elke handeling die je doet, moet je geloof ik wel 5 of 10 minuten administratieve handelingen doen. Wat ik zelf dan ook merk op de polykliniek. En op de afdeling is het ook natuurlijk, je moet alles bijhouden in de computer. Iedere handeling die je doet, een prik die je geeft, noem maar op. Dus het is heel weinig, hoe noem je dat, dat mensen zorg aan bed nog kunnen geven. Hè? Dus het is een enorme bureaucratie op dit moment. En het wordt alleen maar erger, denk ik. Dus. En de zorgpersoneel die voert nu ook een actie, zorg in actie. En ze willen minder flexibilisering, minder bureaucratie. En ze willen ook dat het salaris een beetje omhoog gaat, net als die leraren. Wat vindt u daarvan? Prima, ja. Zeker, ze moeten echt strijden erom, want ze doen heel veel... Alleen wordt dat niet gezien. En een praatje doet soms meer als een wasbeurt. Maar daar mag je geen tijd aan besteden. Nou ja, dat is oneerlijk verdeeld wat dat betreft. Hè. Dat is best een hele zware taak. We weten dat er zo erg op bezuinigd is dat er steeds minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Dus dat wordt steeds pittiger voor die mensen. En ja, zie maar eens dat je mensen vindt. Je wordt toch ook niet gemotiveerd als je heel slecht betaald wordt. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat daar... Ja, normaal, Nederland is een rijk land toch? Moeten we toch kunnen betalen met z'n allen? Zeker, zeker. De zorgdruk is extreem. Mijn vrouw werkt in de zorg en zij heeft het er vaak over. Dus de beloning tegenover de inzet is wel vrij sober, moet ik zeggen. Dus daar kunnen ze best wel iets mee. En ook op termijn komen ze heel veel personeel tekort, denk ik. Hè? Een paar honderdduizend, of 100.000 volgens mij op termijn de komende jaren. Dus om dat een beetje te stimuleren is dat wel handig, denk ik, om dat beter te belonen. Vooral moet echt keihard werken, misschien voor 3 of 4... Niet keihard, maar ik bedoel, het is harder werken dan een gemiddelde baan, denk ik. Ze worden ook niet voor beloond, dat is echt jammer eigenlijk, hè? Want die mensen werken zo hard en ze zorgen voor ons. We kunnen niet zonder hun en de regering doet er niks aan. Dat is toch echt een kwalijke zaak? Ja, zeker. Ja, ze krijgen wel vanaf oktober volgens mij een... salarisverhoging van 4%, maar dat staat in feite tot geen enkele verhouding. Dat was toen al, 12 jaar geleden, was dat al van zo min mogelijk tijd en rennen. En dan was het, eentje was ziek, oh dan kan jij wel meer nemen. Of ach, jij kan goed met dementen overweg, ja maar niet met 5 dementen op 1 ochtend. Hè, dat gaat niet. De leiding heeft niet in de gaten wat het doet. Er is er wel eens eentje met me meegegaan hoor. En die zei van, hoe hou jij dat zo vol? Ja, dat vragen wij ons ook af. En hoe vindt u de zorg geregeld in Nederland?
Nou ja, het is beter geregeld dan in andere landen. Dat is zeker waar. Dus daar heb ik niks over te klagen eigenlijk. Maar ja, ik ben ook nog 17, dus ik doe het ook allemaal nog niet zelf betalen. Dus. Maar vindt u ook dat die verpleegsters en mensen die in zorg werken meer geld verdienen? Ja, ze mogen wel meer geld verdienen. Ik vind al dat ze te weinig krijgen voor het werk dat ze doen. En er is ook behoorlijk tekort aan zorgpersoneel. Hoe denkt u er zelf over? Hoe kunnen ze die mensen toch aantrekken dat ze in zorg gaan werken? Ja, het enige wat heel belangrijk is, gewoon opleiden. Echt heel veel opleiden. Maar ja, het probleem is dan weer dat er heel weinig mensen zijn om deze leerlingen te begeleiden. Dat merk ik zelf ook in het ziekenhuis. En het betaalt ook niet best natuurlijk. En dan nog onregelmatige diensten, op feestdagen en noem maar op. Ja, dan gaan jongeren zich toch wel twee keer achter hun oren krabben natuurlijk voordat ze dit soort dingen gaan doen. Dus ja, er moet iets aantrekkelijks gemaakt worden. Ja, dat is het enige is dan het salaris, waar je ze dan een beetje mee kan vangen natuurlijk. Dus, maar op dit moment, het is niet echt best, nee. Het is een chronisch tekort, hè? Dat merk ik zelf ook op mijn werk. Ja. Iedereen vecht om het kleine beetje gespecialiseerde verpleegkundigen bijvoorbeeld. Daar wordt door alle ziekenhuizen wordt eraan getrokken. Ja, de ene geeft dit cadeau, de andere geeft weer dat cadeau. Ja, maar als ziekenhuis kan je daar ook niet te veel in meegaan natuurlijk. Hè? Want dan krijg je ook weer ongelijkheid op de werkvloer. Dus ja, het is een beetje rommeltje op het moment, zeer zeker. Ja. Dus. Dus als je me zou vragen wat er moet er beter in de zorg, dan denk ik dat de politiek moet vertrouwen op de zorgprofessionals. Want die weten donders goed wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. En als we nou eens alle vinklijstjes achterwege kunnen laten, dan zijn we al stukken verder. En dan willen er waarschijnlijk ook veel meer mensen in de zorg werken. Ik ben gelukkig nu gepensioneerd, maar ik ben vervroegd uitgetreden. En hij kon toen aanvullend AOW krijgen, dus ja, wat doe je dan? Ja, een hele grote stap terug hoor. Hele grote stap. Maar goed, we hebben het overleefd en we overleven het nog wel verder. Ik hoop dat het in de toekomst echt beter gaat met zorg, want wij kunnen niet zonder jullie. Dus we hebben jullie heel hard nodig. Dus ik hoop echt dat ze wat aan doen. Dat ze wat aan de bureaucratie en de salaris omhoog gaan. Dus ik hoop het echt. Ja, dat het echt weer een aantrekkelijk vak wordt. Want het is hartstikke leuk om in de zorg te werken hoor. Echt heel erg leuk. Je krijgt heel veel voor terug ook. Het moet ook wel in je hart zitten een beetje. Okay. Ik hou niet van om iets te zeggen waar ik gewoon niks over weet. Okay. Snap je? Ja, ik vind het heel moeilijk. Als ik iets over wist, zou ik het graag doen. En waar heeft u wel verstand van? Niks. Niks? Ja, dan ben ik hier. Oké. Nou, de oordeel is aan jullie. Oké, tot later.